is vandaag. Niet lachen. Is het woensdag of donderdag? Vandaag is Wednesday. Woensdag pas. Ja. Woensdag pas. En als het een nieuwe video is, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik ben samen. Ik ben samen met Macarium Gran Canaria. Waarom deed je zo? Gewoon. Oké. Okay. Dat is maar motivatie. Het is nog heel vroeg en we proberen elke ochtend een wandeling te maken of iets te doen. Gisteren zijn we naar De Steen geweest. Hoe heet die ook alweer? Rock Noble? Nee, Rock Noble. De Nieuwe. Dat weet ik wel. Oh ja. Oké. Okay. Maar dat was echt super leuk. Toen waren we om 6:00 's ochtends waren we wakker, want we wilden met zonsopgang bekijken. En nu is het wel wat later. We hebben even geslapen en gisteravond heel lekker gegeten bij Gran Italia. Echt een aanrader. En we gaan dus nu even een stukje wandelen. Dus dat eigenlijk. En zoals je hoort is Macaulay een beetje ziek sinds gisteren. Maar voel je je beter dan gisteren of slechter? Ik voel me alleen iets beter. Iets beter. Wil je lippalsen? Dus wij gaan even lopen. Hoe lang hebben we gelopen? We hebben nu gestopt. We hebben 1 uur gelopen, denk ik. Een uur? 1 uur, letterlijk. Oké, nou ja, best prima toch? Even een uurtje. We hebben ook gelijk even een koffietje gedaan, maar mijn telefoon had niet opgeladen. Dus ik had hem even in de oplader gelegd. Zo. En we gaan nu eventjes naar het strand. En we gaan dus weer naar Amadores, omdat we het heel leuk vonden daar. Dus daar gaan we nu naartoe. Maar eerst even ontbijten. Oké, wij gaan dus zo naar het strand. En ik heb een nieuwe bikini die ik even aan jullie wil laten zien. Namelijk deze van Lovies. En ik heb dus dit pakje van Shein en die past er echt perfect bij. Dus ik ben helemaal blij met deze nieuwe... Dit is toch leuk? Heel leuk. Helemaal blij mee. En we gaan dus naar Amadores Beach. Tot nu toe ons favoriet. Helemaal leuk dit. Wel een beetje warm. Maar ja. Kijk, we zijn dus weer aangekomen bij Amadores Beach. Ja. Zo. Hier is het echt heel mooi. Blauw water. Het loopt een beetje normaal. Ja. Het is lekker rustig. Ja. Het ziet er ook mooi uit. En er zijn gewoon normale mensen. Ja, en de bedjes zijn totaal niet duur. Ja. En je kan, als je vroeg bent, kan je hier gewoon helemaal gratis parkeren. Ja. En anders in de parkeergarage, dat was 6,50 voor een hele dag, goed, maximaal. Ja. Dus en, je kan niet meer dan 6,50. Maar bijvoorbeeld gisteren, de strand waar we waren, was heel mooi. Ja. Ook heel erg leuk. Amfidamar was echt heel mooi. Amfidamar was heel mooi. Alleen de type mensen die daar komen is toch wel een hele andere publiek. Ja. Oftewel, ik zelf vind gewoon een beetje normale mensen. Normaal, wat normaal? Ja, gewoon een beetje basic, een beetje... Ja, ik snap wel wat rustiger, snap je? Die mensen die daar waren, waren een beetje aan het... Come on. Ja. Let's go. En het is natuurlijk, dit is een echt strand. Een en Amfidamar is niet echt. Ja. Oh, zo, sorry. We hebben over het zand, hè? Ja. En Amfidamar is ook iets duurder. En trouwens, Amfidamar is ook aan de kant wel heel erg fijn. Want het is gewoon heel netjes, hè, Amfidamar. Ja, dat wel. Niemand rookt, geen muziek. Nee, er zijn heel veel strenge regels. Er zijn strenge regels. Om 8:00 moet je eruit zijn, want dan gaan ze de stranden helemaal schoonmaken. Ja. Zoals je haalt van schoon, dan moet je Amfidamar. Ja. Als je haalt van een beetje neutraal, dan... Dan hier. Daar ook leuke bedjes. Maar dan lig je in de rotsen. Ja, daar zijn er ook goede bedjes. Maar daar ligt dat ding, dan kan je zo springen op de platen vanaf die stenen. Echt, ik zeg. Nou, als je wil voor variatie, kunnen we daar zitten. Kunnen we daar liggen? Dan lig je ook even op die stenen, ja. Dat is ook niet erg hoor. Dan kan je zo op die stenen zo, hop. En dan heb je ook, als het goed is, ook een punt waar je vanaf kan springen. Mm. Maar ja, volgende keer kunnen we daar liggen. Hoeft niet. Was het ook goed hier, toch? Vind je het goed zo? Ja. Ben je blij? Ja. Of hebben we het beter? Nee, ik ben heel blij. Jij ook? Ja, tuurlijk. Zo, wij zijn weer terug van het strand. Ik heb echt helemaal niks gefilmd bijna. Echt stom, maar ja.
Ik had gewoon even zin om gewoon lekker te zonnen. En jongens, ik moet echt even... Ik had dus iets gekocht wat ik de hele tijd voorbij heb zien komen op TikTok. Ik ga het er even bij pakken. Namelijk deze, die heb ik gekocht. En het is echt bizar hoe snel bruin je hiervan wordt. Maar ik ben dus ook een beetje verbrand. Mijn gezicht moet je niet op letten. Ik hoop dat meer meiden dit herkennen, maar mijn gezicht wordt gewoon niet bruin, wat ik ook doe. Maar mijn buik is echt in één dag super bruin geworden van dat product. Maar ik ben dus ook wel een klein beetje verbrand. We zijn buiten de Nederlandse kinderen ruzie aan het maken. Maar ja, het werkt dus wel. Mijn kijk is nog heel snel naar de supermarkt. En dan gaan we zo meteen ons klaarmaken om foto's te maken. En we gaan naar... Ik weet even niet meer waar we naartoe gaan. Maar ik ga even de handdoeken buiten hangen. En dan ga ik douchen. En ik heb nog een bueno in de koelkast liggen. Dus die ga ik ook lekker eten. En alles is schoongemaakt. Dus dat is echt top. Maar deze ga ik zo meteen lekker eten. Nou, ik heb even lekker gedoucht. Mijn haar is echt ontploft. Maar ik ga zo meteen even een steltang doorheen halen. Maar als ik het aan de lucht laat drogen... Het is een ramp. We gaan straks naar Puerto de Mogen of zo. Ik kan het nooit uitspreken, ik ben hier heel slecht in. En dat is een soort haven. En ze vergelijken het wel eens met Venetië. Dus we gaan er eventjes wat foto's maken. Dus ik dacht, ik doe even een leuk blauw jurkje aan. En dan ga ik eventjes mijn make-up doen. En ik ben zo blij dat het hier in de avond afkoelt. Ik ga deze weer aanbrengen. Hierin zit dus ook SPF 50. Heb ik nu niet nodig, maar ja. In de avond na 7 uur hoef je eigenlijk geen SPF meer op te smeren. En ik ga hem een klein beetje mengen met een donkere kleur. Alleen ik heb dus alleen een donkere concealer mee. Dus ik doe gewoon even een stipje hierop. En de duif is er weer. Mijn vriend. Zo. En ik vind het helemaal leuk weer om vakantie te filmen. Dus ik hoop dat jullie ook genieten van de vlogs. Ook al komt dit natuurlijk pas na mijn vakantie online. Zo. Mijn huid ziet er alleen niet zo best uit. Maar ja, dat komt gewoon echt door de zonnebrand. Mijn huid reageert er nog slecht op. Wij zitten in de auto, want we zijn onderweg naar Puerto de Mogen. Puerto de Mogen. Ja, Mogen. Puerto de Mogen. Ja. Mogan. Mogan. Wat betekent dat? Mogan. Zijn achternaam. Oh. Het is gewoon de haven van Jan. Oké, nou daar gaan we dus naartoe. We gaan eerst even fotootjes maken en daarna gaan we daar lekker eten. Zo, la madre que me parió, sorry. Gezondheid. En we hebben allebei een leuk blauw outfitje aan. Helemaal op elkaar afgestemd, helemaal cute. En ik heb deze oorbelletjes in. Wat vinden jullie ervan trouwens? Van wat? Ik had vandaag een hele groene outfit. En zij volledig blauw. Kan dat? Of denken jullie, ja, jullie gaan toch leuk samen. Probeer een klein beetje. Ja, we hebben nu elke avond een beetje de kleding op elkaar afgestemd. Ja, is echt niet zo. Maar het past wel elke keer bij elkaar. Ja, tuurlijk. Ja, maar het maar lijkt nu me wilde ook ik heel dit aandoen. Oh, sorry. Ja, sorry. Nu wilde ik dit aandoen. En Macaulay wilde echt een soort felgroene outfit aan. En ik zei, boeien, kan gewoon. Dus dat. Maar ja, ik vind dat gewoon niet kunnen. Zo'n beetje raar. Stel voor dat we samen foto's maken. Dan ben ik helemaal in het groen en jij helemaal in het blauw. Ja, is toch leuk? Ja, ik vind dat een carnaval achteruit zien. Oké. Nou ja, in ieder geval, ik heb er heel veel buikpijn. Ja? Mijn hele buik is er helemaal. Poeh. Dat is niet best. Nee, niet best voor de foto's. Door mijn buik inhouden. Ja, maar wij gaan. Misschien moet je even naar de wc. Oh, sorry, dat mag je niet zeggen. Doei. Dag. Oké, nou wij zijn in Puerto Mogan. En hier is de haven. We hebben net foto's gemaakt. Echt heel leuk in deze straat. Het is echt heel erg leuk om foto's te maken. Beste plekje tot nu toe, toch? Qua mooi, hoe dat het er mooi uitziet. Nou, we gaan nu even een restaurantje opzoeken.
Maar je kan hier... Ja, toch? Dat is wel heel leuk, lijkt mij. Vind je dat ook leuk? Mm-hmm. Helemaal leuk hier. Ja. Nou, wij hebben een plekje aan de haven. Hoe laat is het inmiddels eigenlijk? Goed, de camera is nu natuurlijk heel donker doordat we net foto's hebben gemaakt. Ja, is... Ik weet nog niet of ik aan het filmen was, maar we hebben een plekje aan de haven. Hoe laat is het? Son las 10:30. 10:30. Kwart voor 10. Media. Kwart over 10. Kwart over 9. Media. Niet zo raar. Media is midden. Ja. Half 10. Nee, 10:30. Geen 9:30. We zijn geen Nederlanders. In het Spaans spreek je de nummer. 8:30. Je telt zoals een Nederlander. Als we zeggen 10:30, welke tijd is dat? 10:30. Ja. Het is geen 10:30. Ja? Nee. Dan zie je toch wat ik klop. Het is 9:30. Huh? Kijk hier. Ja. Ik snap toch zelf dat het geen 10:30 kan zijn. Daarom ben ik helemaal in shock, want ik wist hoe laat het net was. Huh? Ja. Waar is dat 10:30? Ja, schat, dat klopt natuurlijk niet. Waarom klopt het niet? Ik dacht al 9:30 kan nooit. Nou, het is dus 9:30, we zijn lekker eten. Kali gaat dus vis nemen uit... Japan? Ja, de vis die hier vandaan komt. Die zit dus bij de haven. En ik ga lekker zalm nemen. Eet smakelijk. Wat voor jou zit er wel een beetje... Ik dacht, je krijgt een soort andere vis. Ik heb 3 verschillende gegeven. Good morning, het is vandaag... donderdag. En als het een nieuwe video is, leuk dat je kijkt. Eigenlijk hebben we al een hele ochtend erop zitten, maar ik had nog niet gefilmd. In ieder geval, wij zijn dus vanochtend naar de sportschool geweest. En ik heb echt heel goed gesport. Dus ik ben helemaal trots op mezelf. Nou, dit blijft niet staan. En daarna hebben we ook even gelijk ontbijtje gehaald. En we zijn even naar de supermarkt geweest. En het is nu al bijna 12:00. We gaan nu naar het strand toe. Dus ik ga me nu omkleden en mijn bikini aandoen. Als je er veel zin in hebt, doe ik een blauw duimpje omhoog. En abonneer op mijn kanaal. En dan ga ik even kijken welke bikini ik vandaag aan ga doen. Gisteren waren we dus naar Puerto Mogam. Was echt heel leuk. Aanraden om naartoe te gaan. Ook leuk om in de avond te eten. We gaan dus nu naar een strandje of een beachclub. Maar we weten het dus eigenlijk nog niet zo. Want we vinden de rest dus niet super, super mooi. Dus we moeten echt even kijken waar we naartoe willen. Maar ik denk dat ik deze witte bikini aan ga doen. Voordat ik ga, ga ik even nog mijn gezicht reinigen. Want misschien herken je het wel op vakantie dat je huid echt mega slecht wordt. En ik ga eventjes dit gebruiken. Dit werkt voor mij heel goed op vakantie. Ik had het in Mallorca ook gebruikt. En het was echt top. Ik heb al een linkje in mijn beschrijving staan als je benieuwd bent wat ik gebruik. Maar dit ga ik eventjes doen om mijn gezicht te reinigen. En zo. Anders zit ik helemaal onder de buisjes. Why are you so beautiful? Oh. Ik wist dat de camera aan stond. Ik wist het niet. Wij zijn onderweg naar het strand. Want we gaan naar, hoe heet het ook weer? Maspalomas. Ja, Playa de Maspalomas. Palomas. 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 Nou, er was weer geen parkeerplek, dus we hebben hem weer in de garage gezet. Dus we moeten nu even 10 minuutjes lopen. En ik heb dit setje aan, wel een beetje heet. En daaronder heb ik deze bikini. En we gaan dus lekker op het strand liggen. Het is wel wat later. 12:30 denk ik bijna. Dus het is ook extra warm om daar naartoe te lopen. Maar ja, op zich maakt dat niet heel veel uit. En we hebben dus, ik weet niet of ik dat heb gezegd, maar vanochtend dus eigenlijk een soort sportabo genomen van 1 week. Dus we kunnen 7 keer sporten.
Dus we gaan dan proberen in de ochtend daar naartoe te gaan. Maar morgenochtend lukt het bijvoorbeeld niet omdat we naar de markt gaan. In Puerto Morgan. Dus ik ben benieuwd. Nou, wij liggen weer heerlijk op het strand. Jij zou gisteren het strand filmen. Ja. Maar dit strand hoef je niet te filmen. Nee, oké, het is niet. Het is prima. De bedjes zijn maar 7,50 totaal. Voor twee bedjes en een parasol. Maar geloof maar echt, de zee is gewoon echt lekker. Ja, de zee is gewoon Nederland. Ja, de water is doorzichtig. Alleen je hebt heel veel stenen gewoon. Dus je kan gewoon niet lopen daar. Echt heel veel stenen. Maar ja, wij gaan gewoon voor de tan vandaag. Dus ja, ik ben er goed bij. Voor de kleur. Ja. Film eens even de benen. Heel goed. Heel veel moeite voor gedaan. Ja, over 10 dagen ben ik lekker vrij. Geen melkchocolade meer, maar pure chocola. Ja. Toch? Ja. Heerlijk. Nou, dus wij gaan even doorzonnen en dan dat. Oké, inmiddels is het al best wel laat, volgens mij. En wij gaan zo meteen weer uit eten. Ik heb dus dit jurkje aan. Ik weet alleen niet zo goed wat ik ervan vind. Ik vind het dus een klein beetje op een schort lijken. Mijn haar heeft de hele dag in een knot gezeten. Dus dat ziet er ook niet mooi uit. Maar ik ga eventjes mijn make-up doen. Zo. En dan gaan wij er weer vandoor. En we gaan gewoon hier zo naar de boulevard lopen. En dan gaan we gewoon hier even kijken wat we gaan eten. We willen het ook niet elke dag te gek maken, een soort van. Dus dan gaan we daar gewoon zo meteen naartoe lopen. En morgen, elke vrijdag, is er van 8 tot 2 markt. In Puerto Morgan of zo. Ik weet niet hoe je het uitspreekt. Dus daar gaan we dan morgen ook naartoe. En dat is dan in de ochtend. En dan gaan we daarna daar ook op het strand liggen. Hopelijk is het dan niet te druk. Maar ja, dat kan je natuurlijk wel verwachten. En ik wil dus eigenlijk even deze glow drops opdoen. Maar ik ga het mengen met mijn foundation. Maar ik weet dus niet of dat mooi wordt. Dus ik ga even mijn beauty blender nat maken. En dan ga ik het even aan jullie laten zien. Kunnen we nog shoppen? In de eerste week. Maar ja, wat ga ik aan de kleding doen dan? Wat moet ik met de kleding die ik hier heb dan? Extra bagage kopen. Dat kan ik trouwens. Maar je hebt toch nog niet alles aangehad? Nee, daarom. Oh, ik dacht al. Ik dacht dat je zei, ik heb alles al aangehad. Nou, ik heb de meeste dingen wel aangehad. Ik heb nu de douche die je voor mij hebt gekocht. Ja, die moet je nog even aandoen. Maar dat ja, is ook leuk, dan kan je die in de andere TikTok aandoen. Nee, wacht even. Nee, die ik zelf had gekocht. Ja. Die ik zelf had gekocht. Ja. Deze heb ik. Die zwarte heb ik, die jij voor mij hebt gekocht een paar jaar geleden. Die is heel hard. Oh, die is ook nog heel leuk. Ja, die is ook heel hard. Zo, deze wil ik ook niet aandoen. Ik heb de witte shirt met die blauwe, maar ja, alle kleding die ik vandaag heb. Maar doe dan dit setje aan, want dat is dan toch perfect. Welke? Die je nu aan hebt. Ja. Want ik ga ook geen foto's maken. Wat een struggles. Nou, in ieder geval, ik heb dus nu die glow drops gebruikt. En dan mijn foundation er doorheen gedaan. De foundation is iets te wit. Maar ik neem normaal een hele donkere foundation mee op vakantie. Maar dat heb ik dus nu niet gedaan. Ik weet eigenlijk ook niet waarom. Maar ik dacht, dan kan ik het gewoon een beetje warmer maken met bronzer. Zo. Ik hou er echt van om mijn make-up te doen op vakantie. Ik denk niet dat ik de enige ben. Het is alleen zonde dat het er zo kort op zit. Want het is nu alweer 9 uur, echt heel laat. De zon is al zelfs onder. Nou ja. Ik ga even een YouTube video kijken en even mijn make-up afmaken. Nou, ik ben klaar. Ik heb dus dit aan met eronder mijn gouden slippers en een gouden tas. Ik had even geen zin om mijn haar te doen, dus ik heb het gewoon eventjes in een staart gedaan. Ik ga nog wel heel even een luchtje opdoen. En ik neem dus elke keer deze mee naar het strand. Maar ik vind hem voor in de avond ook heel lekker lijken. Nou, waar lopen we? Weer op de... Ja, de boulevard is dit, toch? Ja. Dan even wat in je movies. En we gaan lekker uit eten. Zag je die mensen? Ja. Maar dat maakt niet uit.
vertel even. Kijk, dit was dus het pakje waar we het gisteren over hadden in de auto. Dus als je de vlog van gisteren hebt gezien, dit groene pakje. En ik had natuurlijk iets blauws aan. En we zeiden, ja, dat is echt een mismatch. Nu matcht het wel eigenlijk best goed weer. Toch gewoon dat beige met groen. Het is gewoon wat rustiger. Het is gewoon, ja. Ja, het was wel heel heftig geweest anders. Heel heftig. Ja. Vooral als we met foto's samen foto's maken. Ja. Dat is een beetje heftig. Ik vond die foto van ons samen niet heel leuk. Ik had ze wel bekeken. Huh? Ik vond die foto van ons juist heel erg leuk. Ja, vond je hem leuk? Ja. Oh. Ik ga hem sowieso wel plaatsen op mijn Insta, maar... Ja. Maar we gaan nu even naar een restaurantje lopen wat we als tipje hadden gekregen. Dus ik ben benieuwd. Slabbetje. Si comes de esta manera, poco. Si te gusta más rojo, está más rojo. Okay. Más hecho, te deja cocinar. Y mientras se hace, mientras ahí se cocina. Okay. Está buenísimo. Muchas gracias. Vale, hermano. Het ziet er wel echt goed uit. Dat slabbetje, ik ga echt stuk. Wij hebben het echt heel lekker gegeten. Het was echt heel lekker, hè? Bij Little Brazil Steakhouse. Het had een soort dubbele naam. Het was niet helemaal duidelijk wat nou precies de naam was. Maar we gaan hier sowieso nog een keer terugkomen. Want het was echt heel erg lekker. En we gaan nu even een ijsje halen. We waren dus heel snel van tafel gegaan om een ijsje te halen bij een bepaalde ijssalon. Maar die ijssalon was net dicht. Dus we gaan nu even ergens anders een ijsje halen. Heel veel zin in. Het is vandaag ook wel echt veel warmer dan andere dagen. Ja, de dag is vandaag wel wat heter. Dus ik heb het nu ook niet heel koud. Net in het restaurant wel een beetje, maar... En onze kleding ruikt helemaal naar het vlees. Zo, dat was wel lekker. Hey, zo, poef. Kom, plop, plop. Kijk, ik heb helemaal een lotuskoekje erbij gekregen. Dit is één bolletje. Het is echt... Je krijgt er echt heel veel. Kom maar even jouw ijsje. De mijne is bijna op, maar heel lekker. Heel lekker. Mm.